Morgen, we gaan meteen naar de dag van morgen, is het de dag van de architectuur. Veel architecten hebben zich lekker uitgeleefd in Almere. Daar is een klein wijkje, allemaal gebouwd door architecten. Dat heet De Realiteit. En dan mag je morgen weer eens komen kijken bij nummer 7. Ik heb nu contact via Skype met Betje Koolhaas, actrice, maar ook voorzitter van Polderblik. Goedemorgen. Goedemorgen. En naast jou zit Mark Wiegman. Hij is grafisch vormgever. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Woon jij daar, Mark? Ik woon ook op De Realiteit. Niet in Polderblik, maar in een van de andere bouwwerken. Oké, okay, en Betje, woon jij er ook? Nee, ik woon in Amsterdam. Oh, ja. Je bent even op bezoek bij Mark. Ik ben op bezoek. Nou, het is wel onze woning. Teun Koolhaas heeft, mijn vader heeft dit gebouwd. Dus ik ben hier altijd wel veel geweest om feesten en partijen te vieren, vakanties te vieren, te genieten van de Noorderplassen en hier te verblijven. Maar ik woon hier dus niet. Oké, woont er wel iemand in dat pand dan van je vader? Nee. Maar dat is dus ook waarom we zijn begonnen om hier een stichting voor op te richten. Omdat deze woning is er en er waren ontzettend veel mensen die zoiets hadden van, kunnen we het huis huren, kunnen we het huis kopen? En wij hadden dat huis en we dachten, nou, dit is zo'n fantastische ruimte. Laten we kijken wat we hier nog meer mee kunnen doen en om dit huis beschikbaar te maken voor veel meer mensen. En vandaar dat we de stichting zijn begonnen, waardoor andere mensen hier ook kunnen werken, kunnen vergaderen, kunnen feesten, in een atelier kunnen verblijven, artist in residence, eventueel een optreden. Dus het is juist de bedoeling om meer gebruik van dit huis te maken en het voor meer mensen beschikbaar te stellen. Het is een evenementenlocatie geworden. Nou ja, op een bepaalde manier wel, ja. Ja, maar Mark, jij woont er echt, maar dan een paar deuren verderop. Heb je nou vaak last van natte neuzen tegen de ramen van nieuwsgierige mensen die komen kijken? De Realiteit is nu ongeveer 30 jaar oud. Maar het is wel grappig, je ziet nog steeds mensen langskomen. Heel veel buitenlandse studenten. Als ze in Nederland komen om over architectuur te leren, komen we toch vaak nog naar Almere om te kijken. Het is wel leuk om dus ook vaak groepjes voorbij te zien komen. Mensen nemen veel foto's. Het is toch nog vrij een trek, wat wel leuk is. Ja, en morgen natuurlijk die dag en dan natuurlijk extra veel bekijkers. Moet je van tevoren aanmelden of mag je gewoon langskomen waaien? Nee, je mag gewoon aankomen waaien, inderdaad. En dat geldt ook voor zondag. Dus we zijn morgen open, maar ook op zondag de hele dag. En mensen kunnen gewoon naar binnen stappen. En ook nog 8 andere woningen zijn opengesteld om eens een keer goed te komen neuzen van hoe het er hier aan toe gaat. En het zijn hele bijzondere woningen, want het is een prijsvraag geweest destijds, waarin mensen juist echt vrij hele originele woningen konden maken. Dus het is wel een dagje kijken waard, zeg maar. Ja. Luisteraars van dit programma die meekijken op de televisie of op de website kunnen al een beetje de contouren zien van waar jullie in zitten. Kun je omschrijven voor de mensen die alleen maar luisteren? Ik zie een boog. Ja, nou, we zitten hier in een huis wat op de hoek van deze woonwijk ligt. Het is een huis op palen. En het is een huis met een groot balkon. Het heeft een rond dak en veel glas. En daardoor kan je vanuit dit huis ver kijken. Want ook hier de horizon, die is open. Daar staan geen gebouwen. Je ziet het water. Dus je ziet de lucht, je ziet de bomen, je ziet het water. Het ligt aan de Noorderplassen. Dus het ligt aan de ene kant in de luwte van de stad, maar aan de andere kant, of in de schaduw van de stad, maar ook aan de rand van de stad, waardoor je dus heel erg verbonden bent met de natuur. Maar het is een stalen huis op palen. Dus het zweeft als het ware boven de grond. Ja, en het galmt er ook aardig. Het galmt er ook aardig. Dat zou goed kunnen, ja. Maar Mark, heb je niet een beetje warm zo zoetjes aan in dit huis? Want het is lekker weer. En je hebt nog een blouseje en een shirt aan. Betje, zit er veel zomers erbij. Ja, het is als de zon er volop op staat, dan zetten we alle ramen open en dan buiten lekker door. Okay. Mark, nog even eindigen bij jou. De tijden morgen, als het de open dag is, en overmorgen? Ja, we hebben morgen tijdens de opening van de stichting. We hebben een vrije inloop, dat begint ongeveer 2:30. En om 3:00 komt wethouder Tjeerd Herma, die komt ons openen.
Daar hebben we een aantal activiteiten. We presenteren ons programma. Mm-hmm. En om 4 uur is er nog een rondleiding door de realiteit. Dus dat mensen ook de andere panden kunnen zien. Ja. En zondag, tijdens de dag van 8 uur, zijn we in principe vanaf 12 uur open. En alle andere huizen ook. Okay. En ik wil er nog even bij zeggen, als het mag. Nou. Mag dat nog? Tuurlijk. Nou, het is ook gewoon een gezellige dag. Er is ook muziek. Jacco, Teun en Marijn die treden hier op met gitaar en live zang. En Music from the Well, Suzanne en Wil die treden hier ook op. Wel bekend in Almere. Dus er is ook live muziek. Verder is er een nieuwe haring, wordt er rondgedeeld. Er is een bubbel. Dus ik zou ook zeggen, kom gewoon ook voor een hapje en een drankje. En voor dit mooie gebouw. En kom eens even rondneuzen. Ah, jullie maken er echt iedereen een evenement van. Ik hoor het al. Oké. Okay. Ja. Mark Wiegman van Polderblik en Betje Koase. Hartelijk dank voor jullie vooruitblik. En veel plezier in jullie mooie creatie.